kwakkelaar ben ik geboren. We zijn hier bij de volgende carnavalsvereniging, de Natneuzen. En we zijn hier op een geheime locatie, want daar zijn ze hun wagen aan het bouwen. En ik sta hier met Ruud van den Langenberg. Hoi Ruud. Hallo. Wat leuk om hier te komen kijken bij jullie. Vertel eens, de Natneuzen, waar zitten jullie met carnaval? Wij zitten bij de Adelaar. Ja, en jullie zijn ook al heel lang de Natneuzen, hè? Dat klopt. We zijn opgericht in 1961. Zo. Dus we zijn nu 53 jaar, schat ik dan. 52. En jullie doen ieder jaar mee met de optocht? Klopt. En ik hoorde ook met het carnavalsliedjes, Verstijn, ja. Heb je ook meegedaan? Ja, klopt. Er zijn een aantal activiteiten die wij als carnavalsvereniging dus aan meedoen. En deze liedje Verstijn is er één van. En het bouwen van een wagen, ook erg belangrijk. En dit jaar hebben we inderdaad gewonnen, het Kwekduntjesvist. Leuk hoor, ja, proficiat. Ja, dankjewel. Hé, en nou hierachter de wagen. En ja. Jullie zijn al best wel ver, zie ik, want jullie zijn echt al aan het schilderen. En wat is het thema dit jaar? In principe werken ze in Boxer niet met een thema, okay, hè? Dus gelegd wij zelf een thema op. Hè? Ja. In het verleden was er wel eens dat er een thema bedacht, maar dan kreeg je toch vaak een eenheidsworst, want dat had vaak mensen dezelfde gedachten. Ja. En nou ja, gelegd wij een thema op in principe. Hè? We komen in oktober bij elkaar. Of het er ideeën zijn. Als je dan een bepaald idee hebt en dan denk hoe kunnen we dat visualiseren? En dan en zo ontstaat een idee en dan denk ik, hoe beelden we dat het beste uit? En dan, ja, want jullie... We hebben eigenlijk twee ruimtes. Hier wordt het kleinere spul gemaakt. Ja, of? In principe is deze warmruimte ook goed te conditioneren qua temperatuur. Daarachter is het een stuk frisser en droog het en niet zo best. Dus wij proberen altijd in delen te werken, zodat het allemaal net door de deur kan. En dan bouwen we het daar later op. En dat werkt wel prettig. Dus, Want hoe hoog wordt jullie wagen? Hij wordt iets van 4 meter 20, 30 ongeveer. Mm-hmm. Dus het mag 4,5 meter zijn, ja, dus dan blijven we dan een stukje onder zitten. Dan zit het altijd veilig. Mm-hmm. Hè? En die koppen die ik hier zie, die worden op het laatst pas hier binnen wel op de wagen gemonteerd? Of nee, over het algemeen doen we als ooit een voormontage, kijken of het allemaal past. Dan rijden we alvast een keer naar buiten zo, maar nu wachten we gewoon tot de zaterdag voor de optocht. Ruud, laat me eens zien. Hoe gaat die ontwikkeling van zo'n wagen? Kun jij... Nou, we zijn toevallig net bezig aan het laatste poppen bouwen. Dus daar kunnen we even naartoe lopen als je wil. Gaan we doen. Leuk. Nou, zoals je hier ziet, wij werken eigenlijk op een hele andere manier als de meeste carnavalsverenigingen werken. Die maken al de figuren al met beton, ijzer vaak, of andere ijzer. Het model al bijna volledig... dat het zichtbaar is. Nou, ik gebruik heel weinig ijzer. Je kunt ook zien, er zitten hier twee pijpjes en dan in het midden een pijpje. En voor de rest doe ik eigenlijk alles eromheen modelleren. Dat is een groot voordeel. Want als je alles al gaat voorvormen, dan wordt vaak de gaas te strak gespannen. En dan zie je al die baleinen in zo'n figuur. Dat zie je vaak bij carnavalswagens. Dus ik gebruik heel weinig ijzer. Lekker licht, zo'n pop. En toch stevig genoeg. Je kunt hem ook makkelijk oppakken, ergens neerzetten. Dus... ja, je ziet hier het resultaat. Ik laat me vaak inspireren. Als je dan een idee hebt, dan gaan we op internet kijken. Hè. Je ziet toch allerlei grappige figuren. Je kunt googlen. Hè. Dat werkt heel simpel. Als je een bepaalde richting inzoekt, wat willen hebben, hè. Wat ziet er leuk uit. En dan, en dan is voor men mooi dat ik het dan ook na kan maken. Hè. Want dat is natuurlijk wel een vereiste. Je kunt ze nog zoveel opzoeken, maar het moet ook wel maakbaar zijn. En ik vind dat ik er wel best wel in slaag elk jaar weer een leuke poppen te maken. Ja, ja. Ben jij, hè? Ja. Ja, leuk hoor. Dit is dan de volgende fase. Ja, hij is hier al volledig geplakt. We plakken in eerste instantie altijd met krantenpapier. Ja. Omdat die zijn vrij dun en dan gaat er goed de model in zitten. En aan de rand pakken wij wit papier. En dat doen we alleen voor het schilderen. Omdat het de verf dan beter dekt. Als je alleen op kranten schildert, dan heb je ook nog vaak dat die inkt in de foto's oplost en dan dekt de verf heel slecht. Kijk, en dat doen dan andere mensen, die plakken. Ik zorg een beetje voor de vormgeving en je hebt een team van mensen die hier dus intensief aan het plakken zijn. In papier op de banktafel en dan... Dat is ook heel intensief werk, kost veel tijd en zo. In principe is het gaas op zich, kost veel werk. Maar het plakken en zo, dat kunnen we meerdere mensen doen. Hè. Dus een eindje verder. Zijn ze dan al begonnen met schilderen? Je ziet hier al wat plakband op zitten, maar dan komt dat er toch af en toe ook wel in verband met drogen, of te snel drogen, of niet goed ingepapt, dat er dan toch weer stukjes loslaten. Maar dat lossen we op door even
een tapeje erop en dan straks overheen en geschilderd is, ja, dan zie je er eigenlijk niks meer van. Wat ik ook eigenlijk wilde weten van, ja, het is maar een uurtje zo'n optocht, hè? Absoluut, ja. Hoe komt het dat jullie zo gedreven zijn dat je al zo lang van tevoren, jaar in jaar uit, bezig zijn met het bouwen van zo'n carnavalswagen? Nou, moet ik voorop zeggen, het moet een hobby blijven. Hè? En ik doe het ook met heel veel plezier, want als ik dit niet zou doen, dan zou ik ongetwijfeld iets anders creatiefs mee bezig zijn. Dus, en wij als carnavalsvereniging vinden natuurlijk wel, de optochten moeten wel goed uitzien. En we doen al jaren, werken we aan de optochten. En dat is voor ons ook eigenlijk de dag wanneer de carnaval begint. Als die optocht geweest is, ja. Dus, de mensen beginnen vaak al vroeger, hè? Op donderdag beginnen ze al. En wij beginnen ook zelf op zaterdag pas. Maar de optocht, die hoort gewoon bij de natneuzen en bij de carnavalverenigingen. Dus, ja. Nou zijn we bij verschillende verenigingen zijn we al langs geweest. En iedere keer merk ik toch een stukje van een bepaalde concurrentie. Zo. Heb jij dat ook? De natneuzen zo tegenover die andere carnavalsvereniging? Tuurlijk is er concurrentie, maar dat is een gezonde concurrentie. Ik ben er op zichzelf niet zo mee bezig, maar het is wel leuk om te zien dat juist die concurrentie ervoor zorgt dat de optocht steeds in kwaliteit toeneemt. Ja. En dat is de afgelopen jaren ook gebleven. Want steeds meer mensen willen ook wagens gaan bouwen en die willen toch de man to beat, zou ik maar zeggen. Dus daar drijft het ook het niveau enorm op. Ja. En dat is alleen maar prettig om te zien. Dus. Maar jullie hebben geen echt contact onderling met elkaar? Of? Ja, we hebben goede contact met een aantal vrienden, ook net Geen Drank Geen Klank, die ook volop in het bouwen zijn. En daar hebben we goede contact mee. Ja. En dat is wel een beetje een strijd, hoor, maar dat is allemaal een beetje gespeelde strijd. Ja, ja, ja. Dus voor de rest vinden we het gewoon fantastisch dat er steeds meer wagens en optocht meedoen. Ja, leuk hoor. Terwijl het ook steeds moeilijker wordt om een bouwlocatie te vinden. Wij zitten hier op het moment ideaal, maar we weten niet of dat volgend jaar nog ook zo is. Dus, Hey, ik hou jou niet verder op. Nee. Succes met het verder. Ja, ik van het leven heb genoten. Met carnaval in de gang. Ga ik er tegenaan als wakkelaar ben ik geboren. Als wakkelaar zal ik.